Robby. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed? Ja, lekker met jou. Ja, zeker weten. Na omstandigheden allemaal goed. Gelukkig gezond. En omheen iedereen nog gezond. Dus dat is het belangrijkste op dit moment. Dat is, ja, dat klinkt als een cliché, maar dat is wel gewoon inderdaad het allerbelangrijkste in deze tijd. Ja, zeker weten. En bij jou ook? Ja, gelukkig wel. Ja, ja. Ja, dat, ja mooi. Mogen we blij om zijn. Je hebt een aardig baardje ook, hè? Ja, ja, ja. Een quarantainebaardje, hè? Ja, mooi. Normaal gesproken doe de kapper dat, maar ja, die zijn natuurlijk dicht. Ja, inderdaad. Lukt het een beetje om jezelf fit te houden? Ja, zeker. We hebben een schema gekregen van de club met hardlooptrainingen, alternatieve trainingen, krachttrainingen. En ja, ik denk dat het wel aardig gaat. Alleen ja, de trainingen als keeper, dat is natuurlijk op dit moment lastig om te doen, omdat gewoon alle complexen dicht zijn. Ja. Dus je moet daar een beetje wat op vinden om een beetje een veldje of vlakbij het huis en een beetje voetenwerk. En ja, dat gaat op zich prima. Alleen ja, het kan het niet natuurlijk zoals op het veld. Nou, je moet een beetje mazzel hebben. Ik spreek met jongens die soms wel in de gelukkige omstandigheden zijn dat ze op een veldje terecht kunnen. Ja, bij sommigen is er ook helemaal niks in de buurt. Dus dat ja, maakt het een beetje lastiger dan. Maar het is ook wel weer leuk. Je moet een beetje creatief zijn en... Je doet een keer wat anders. Ik heb een paar rondjes gefietst op de mountainbike. En toch een keer wat anders is ook wel leuk. Ja, nou, volgens mij zit jij ook wel in een mooie hoek qua omgeving om te fietsen, toch? Ja, zeker weten. Je hebt wel stukken mooie om stukjes te fietsen. Ja, zeker weten. Als je Deventer een beetje uitgaat langs de IJssel en zo. Dus dat is erg leuk. Nou, top man. Goed om te horen. Ja, alleen een beetje onzekere situatie natuurlijk. Hè? Gaat de competitie wel nu wel of niet door? Nou, jij loopt uit contract volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja, het is onzeker of de competitie nou doorgaat of niet. En het zou wel fijn zijn als we te weten gaan komen of de competitie doorgaat. Of dat we ermee gaan stoppen natuurlijk. En ja, het is natuurlijk lastig te zeggen op dit moment. En ja, we moeten gewoon het RIVM, de instanties afwachten wat hun gaan doen. En met mijn contract ook inderdaad. Ik heb een aflopend contract. En de club heeft alle contracten van iedereen die afloopt opgezegd. Dus op dit moment ben ik transfervrij en ben ik eigenlijk vrij om op te halen door wie... ik mag met iedereen praten wat ik wil, dus dus dat is ook afwachten. Dus dat is ook, daar zijn we hard mee bezig. Ja, iedereen zit natuurlijk een beetje in de, ja, ik noem het maar een beetje de lichtstandpositie. En gewoon even wachten wat er gaat gebeuren. Ja, dat is helaas niet anders. Ja, de clubs die wachten natuurlijk gewoon nu even af van gaan we doorspelen of niet. En daar moeten we even op wachten en zolang dat zo is, kunnen wij ons alleen fit houden en afwachten wat er gaat gebeuren. Hey, en nou, ik weet niet of je dat voorbij hebt zien schieten, maar wij zijn met een aantal jeugdkeepers zijn wij bezig om wat filmpjes te maken. Eigenlijk met wat simpele oefeningen die iedereen overal wel een beetje kan doen als je wil. Ja, zeker. Die heb ik gezien. Ja, heb je ze gezien? Ja, ik heb ze gezien. Ja, ja, op YouTube en ik zie ze voorbij komen. Ja, erg leuk. Oh, nou, dat is leuk om te horen in ieder geval. Heb jij nog een tip voor de kijkers volgers die we hebben? Dat je zegt van, joh, ik heb wel een leuk oefeningetje wat op zich vrij simpel thuis te doen is. Ja, zeker. Ik heb een aantal oefeningen die erg leuk zijn. En ik zal er daarvan eentje naar je opsturen. Die kan je dan mooi laten zien aan de kijkers, zodat ze die thuis ook kunnen proberen. Hierbij de oefening zoals beloofd. Dit is een goede oefening voor je hand. En oogcoördinatie. Goed voor een keeper. En ik denk dat ze vooral kunnen kijken ook naar die filmpjes van jou. Dat ze leuk met voetenwerk, met bal, spelletjes kunnen doen. Dus ik denk dat dat... ja, je kan altijd wel wat doen en je moet even creatief zijn, maar ik denk dat dat wel heel erg mogelijk is. Ja. Ja. Hey, Hobby, we hadden van tevoren al heel even contact gehad en toen zei je dus dat je ook wat leuks wou doen voor degene die de video liked en die abonneert op de pagina. Daar had je een quizvraag en een cadeautje voor bedacht. Ja, zeker. Ik heb een paar wedstrijdgedragen handschoenen beschikbaar gesteld om met een leuke vraag. En dan wie de vraag goed hebt en wie het account gaat volgen en de video liked, die kan daar aan meedoen. Dus dat zou erg leuk zijn. Top, nou ik ben benieuwd. Oké, de vraag is, in de bekerwedstrijd tegen in de KVB bekerwedstrijd heb ik in de penalty serie tegen IJsselmeervogels heb ik een aantal penalties gepakt. Hoeveel penalties pakte ik in die serie? Oeh,
Dat is een goede vraag. Denk dat die te doen is. Ja. Dat moeten ze op kunnen zoeken. Dus ik ben benieuwd wie er voor die handschoenen gaat. Ik weet dat je met goede handschoenen keept. Dus degene die het goed hebt, die gaat er wel vandoor met een paar prima handschoenen. Ja, super. Dat is altijd leuk. Nou, top, Hobie. Hey, heel fijn je even gesproken te hebben. Goed te horen dat het, dat het lekker gaat. En we spreken elkaar snel weer. Ja, vooral wat bovenaan staat veel gezondheid toegewenst in de aankomende tijd. Ja, absoluut. Voor jou en je familie en omgeving ook. Ja, zeker. Dankjewel. Toppie. Groetjes. Doei. Doei. Doei.